Voor het drukke verkeer van het centrum van Amsterdam naar het noordelijke stadsdeel en omgekeerd vormt het IJ een ernstige belemmering. Met ponten worden de automobilisten, wielrijders en voetgangers overgezet. Vooral tijdens de spitsuren betekent dat vaak lange wachttijden. Behalve voor het verkeer op de weg zijn die ponten ook een hindernis voor het verkeer te water. Reeds lang koesteren de Amsterdammers het verlangen een tunnel onder het IJ te bezitten, zoals Rotterdam bijvoorbeeld er een onder de Maas heeft. Er is, zoals dat in ons land gebruikelijk is, een comité opgericht dat de belangen behartigt van de vele duizenden belanghebbenden. En dit comité heeft deze dagen aan burgemeester Dailly een petitionnement aangeboden waarin op de spoedige bouw van een tunnel wordt aangedrongen. De Amsterdamse burgemeester ontving alvast een schep en een emmer, in miniatuur. Voorlopig zullen deze taferelen echter nog dagelijks in de hoofdstad te zien zijn. Taferelen die zeer sprekend aantonen hoezeer er behoefte bestaat aan een betere oeververbinding.